Goedemorgen allemaal. Daar zijn we weer gezellig hier in de Noor en Zo groep. En we gaan vandaag lekker aan de slag met de toffe Disc Punch van We Are Memory Keepers. Daar kun je super leuke boekjes mee maken. En dat ga ik jullie vanmorgen ook laten zien. Jullie zien natuurlijk nog veel meer klaar liggen. En dat komt gewoon langzaamaan wel aan bod. En dan ga ik er ook meer over vertellen. Ik ben echt helemaal fan weer. Het is gewoon echt een hele fijne, makkelijke tool in gebruik. En onwijs leuk, omdat er zoveel mogelijkheden weer mee zijn. Ik hou, zoals jullie weten, allemaal van de toffe tools van We Are Memory Keepers. Maar ook gewoon omdat je kan er zoveel mee. Het is niet dat je alleen maar één ding daarmee kan doen. Ja, je kan hier gaatjes mee maken, maar jullie snappen wat ik bedoel. Je kan gewoon zoveel kanten mee op en dat is heel tof. Vandaag is er ook een hele leuke aanbieding. Deze tool, die ik dus zo meteen nog verder ga uitleggen, die is vandaag afgeprijsd van $39,99 voor $34,99. Dus je kunt hem ook vinden in het linkje boven de video. En gaan we nu maar aan de slag, denk ik. Ik heb hier ook hele toffe discs. Ik zie dat één kleurtje al op is, maar die had ik hier wel klaar liggen. Ik ben gewoon lekker ermee aan de slag al. Dus hier is nog een lichtroze. Dit is zo'n multi-verpakking ook. Dan heb je meteen 6 kleurtjes en van ieder, ik denk 9 ringen of zo. Ik weet het eigenlijk niet precies. En je hebt ook nog kleine verpakkingen. Dat zie je dus deze. Het is een beetje een metaliek witte ring. En die heb je ook nog in het goud. Dus je kan daarmee ook lekker variëren. Even kijken. Ik wil jullie eigenlijk eerst eventjes wat dingetjes laten zien. Die ik er al mee gemaakt heb. En dan gaan we ermee aan de slag om daar een leuk boekje zeg maar, van te maken. Ik leg gewoon dit even bovenop. Dan heb je niet zo'n rommelig beeld. Ik vind het altijd leuk als jullie de live vinden dat je al wat kan zien. In plaats van een leeg blad. Dus ik probeer altijd vast wat erin te leggen. Maar ik wil jullie dus even wat laten zien. Kijk, ik heb deze bijvoorbeeld al meegemaakt. Je kan er echt super veel verschillende dingen mee maken. Dit is gewoon een heel simpel boekje. Of ja, een omslag. Je moet er nog pagina's in. Wat ik hier heb gedaan is, ik heb designpapier op mijn discs geplakt. Dus dan matcht het ook nog helemaal met je project. Onwijs tof. Dan heb ik hier nog een leuke. En die komt binnenkort voor jullie ook in de all-inclusive groep. Dus mocht je een abonnementje hebben op de all-inclusive en alle workshops online daar volgen, dan komt deze binnenkort daar ook. Het is zeg maar een soort rugzakje. Sommigen kennen hem misschien van de moeder-dochter workshop. Alleen gaan we hem nu met de discs erin maken. Kijk hoe leuk. Ik heb hier nog, is nog even uit oud papier. Dit is de snoepjesfabriekpapier, maar kijk hoe leuk. Er zijn ook nog andere discs, zie je wel. En dan kun je gewoon ook lekker doorheen bladeren met allemaal leuke pockets. Dus die komt binnenkort in de all-inclusive groep. Dus dat vooral ook in de gaten houden als je een abonnementje hebt. Of misschien vind je het wel leuk om daar een abonnementje te nemen. Dat is een speciaal abonnement van Noor en Zo. En dan krijg je minimaal 2 video's per week met leuke kaartworkshops of boekjes of scrap layouts of inktechnieken van alles eigenlijk. Dus dat is echt onwijs tof ook. En daar komt deze binnenkort ook in. Maar ik denk, ik vind het wel heel leuk om even te laten zien alvast wat je ermee kan doen. Dan heb ik hier nog eentje. Die is nog niet klaar. Daar heb ik alleen nog de kaft. En daarvan wil ik vast zeggen, die komt binnenkort ook als een workshop echt aan de winkel gaan we die maken. Kijk hoe leuk. Ik ga hem niet te veel laten zien. Maar die gaat dus binnenkort. Ik verwacht dat we vrijdag wel een datum gaan plannen om deze als workshop te doen. En dan komt er ook nog een leuke binnenkant in. Met allerlei leuke pagina's met flapjes enzovoort. Dus die gaat binnenkort als workshop in de winkel gegeven worden. Waarschijnlijk na de vakanties. Oké, dan gaan we gewoon lekker aan de slag. Want ik heb voor vandaag weer een ander leuk boekje bedacht. En dan zeg ik, je kunt er onwijs veel lekker mee variëren. Je kunt ook lekker al je Dutch to Bedoel mallen erbij pakken. En ik kom zo even op die vraag terug. Je kunt ook al je Dutch to Bedoel mallen erbij pakken.
daarvan die gaatjes in ponzen. En dan kun je dus ook gewoon van alles leuke boekjes maken. Ik pak even papiertje erbij. Even gewoon een stevig wit papiertje. En dan wil ik jullie eerst laten zien wat die pons eigenlijk doet. Ik ga hier zit een schuifje, zeg maar. Als je hem dicht schuift, dan zit hij dus gesloten. Dan kun je hem ook makkelijk meenemen zonder dat je per ongeluk ergens een gaatje in pons. En je kunt hem dus open schuiven. Even ingedrukt houden die achterkant, dat is makkelijker. En dan gaat hij dus uit elkaar en heb je de mogelijkheid om hier een papiertje ook in te stoppen. En om een gaatje te ponzen. Eigenlijk is het niet zoveel, zeg maar, wat je met het apparaatje moet instellen of zo. Het is echt alleen het slotje eraf halen en dan kun je hem gaan gebruiken. Nou, wat handig is. Als je hem bijvoorbeeld meteen op je rand of waar dan ook legt, dan maakt het eigenlijk niet zoveel uit. Hier staat 3/4 inch. Kun je bijvoorbeeld even eentje ponzen. Dan heb je dus zo'n paddenstoelgaatje. Zien jullie dat? Dus dat is gewoon als je hem ponst. Hier zit een opstaand randje en daar kun je papier altijd zo tegenaan leggen. Even kijken of jullie het goed zullen kunnen zien. Zien jullie dat? Dus hier. Even kijken. Zo, er zit een opstaand randje. Als je daar je papier tegenaan legt, bij die maat zeg maar, dan heb je dus altijd je papier recht zitten in je pons. Dus dat werkt echt heel fijn. Marion, je vraagt naar een link naar deze groep, maar ik weet niet precies wat je bedoelt nu. Want je zit hier al mee te kijken. Als je dus meerdere discgaatjes wil maken en je wilt ze gewoon op dezelfde afstand zonder te meten, kan je dat doen door dat gaatje precies op dat stukje te leggen wat omhoog komt. Dat is namelijk precies dezelfde vorm als het gaatje dat je uitponst. Op deze manier ponsje en dan heb je dus precies dezelfde afstand. Ik zal voor jullie ook even die afstand meten als je dat fijn vindt om te weten. Maar pons hem dus 2,5 centimeter uit elkaar, dus 1 inch. Nou, mocht je dat in een andere afstand willen, ga ik dat zo meteen even uitleggen. Maar dit is dus gewoon zoals je hem standaard kunt gebruiken. En die kun je dus gewoon doorleggen. En dan kun je dus meerdere gaatjes met dezelfde afstand maken. En je ziet hoe snel en makkelijk dit ook gaat, hè? Dat is gewoon echt super easy. Kijk hoe leuk, toch? Nou, dan kun je dus die disc zo erin klikken. En dan, je ziet hoe makkelijk hij zit. Hij zit wel goed eromheen. Maar je kunt hem wel heel makkelijk zo ombladeren. Dat gaat heel handig. En ik zou het per blaadje, zeg maar, erin klikken, zeg maar. Als je iets eraan maakt, vind ik zelf iets mooier uitzien. Deze leg ik even aan de kant. Dan gaan we nu verder met ons echt project. Want naast dat ik de basis wil laten zien, wil ik er natuurlijk ook iets leuks mee maken. Marion, dat kan je in de webshop kan je dat vinden onder All Inclusive. Want je krijgt namelijk alleen een link van die groep als je daarvoor een abonnementje afsluit. Dus dan kun je bij All Inclusive kijken. En als je het niet kan vinden, dan zullen we het straks ook nog even hier in de groep posten. En anders kan je altijd even een mailtje sturen naar Nora en zo. We gaan het chipboard gebruiken van Bellalulu. Super fijn is dit. Er zitten 10 velletjes in. En de dikte is 0,9. Dus het is wel gewoon lekker een stevige kaf, maar niet te dik. Het is A4 formaat. Dus heel makkelijk op maat te snijden die je nodig hebt. Ik heb hier namelijk al 2 keer een stukje gesneden van 11 bij 11 centimeter. Dus het wordt echt gewoon een lekker klein boekje. En ik ga die meenemen op onze vakantie. En dan had ik beloofd aan mijn nichtje dat we gaan knutselen. Dus ik dacht, het is wel leuk als we daar dan gewoon lekker wat fotootjes in gaan plakken. Oh kijk, super lief Anouk. Anouk plaatst al een linkje van de All Inclusive abonnement. En daar kun je dus meer informatie vinden daarover. Verder ga ik het papier gebruiken Sugar Pop. Dat is een nieuw paper patchje van Studio Light. En er zitten hele toffe patroontjes in.
een soort grungy dotje, een ruitje, streepje, een bolletje, een klein stipje, schuin streepje, een groot stipje. Dus eigenlijk echt super leuke patroontjes. Een achterkant is effen papier, dus dat kun je ook weer lekker goed bij elkaar gebruiken. Ik ben fan en deze heb je ook nog in 3 andere kleurtjes. Vandaag gaan we even deze gebruiken. En ik heb daaruit heb ik 2 keer een papiertje gepakt van 13 keer 13 centimeter. Die gaan we daar ook even bij leggen. En dan heb ik nog iets, maar dat ga ik dadelijk doen. Iets heel leuks. Maar we gaan eerst even met de basis beginnen. Wat ik gedaan heb. Ik heb hier bij beide kartonnetjes heb ik een hoekje, een schuine streep getekend zo. En dat heb ik gedaan door in de hoek aan de bovenkant links af te tekenen op 3,5. En naar beneden toe heb ik hem ook op 3,5. En daarna een schuine streep. Dus 2 keer heb ik dat gedaan. Pak ik even mijn snijapparaatje erbij. Ik vond het grappig namelijk dat hij net zo'n afge... nou moet ik het heel even een beetje naar me toe trekken, sorry. Maar anders zit ik precies voor jullie beeld en dat vind ik niet handig. Ik vond het leuk als je daar precies zo'n net een iets andere vorm krijgt. Deze ga ik ook even doen. Dat doe ik eigenlijk gewoon door die schuine streep ongeveer in het midden van die gleuf te leggen. Nou, goedemorgen. Gezellig dat jullie nog lekker aanschuiven. Ik heb ze helemaal niet gevraagd. Maar ik weet niet of er mensen zijn, misschien zijn die me niet kunnen vinden. Als je wil, mag je nog eventjes deze video ook delen. Dan kunnen mensen nog altijd lekker aanschuiven als ze willen. Ik ga nu deze opplakken op mijn designpapier. En daarbij moet ik even oppassen natuurlijk dat ik hier een voor- en een achterkant heb. Moet ik even kijken zo. Dus eentje komt er op deze manier op en de andere zo. Dus dat doe ik even op deze manier. Het ziet er een beetje ingewikkeld uit. Maar anders klopt die hoek dadelijk niet meer. Ja, dat moet ik natuurlijk niet hebben. Ik gebruik hiervoor score tape. Maar als je maar gewoon een goede stevige tape gebruikt. Want deze chipboard stukjes die gaan we even inpakken. Gewoon even inpakken in een leuk designpapiertje. Doe ik eventjes tape op beide kanten. Zie je de tegenovergestelde kant? Op deze manier vind ik het altijd zelf het makkelijkst tot te onthouden. Nou, wel gezellig hoor dat jullie lekker allemaal meekijken. Het wordt vandaag weer een lekker warme dag. Dus, en dan lekker vroeg even lekker live hier. En ik ga natuurlijk straks nog lekker verder aan de gang met de Sweet Stories collectie. Daarmee ben ik morgen lekker in de winkel met een demo de hele dag. Dus kom vooral ook lekker langs. Dan zal ik ook dit boekje meenemen. Wat we hier nu aan het maken zijn. Zodat jullie hem ook nog even daar in het echt zouden kunnen bekijken. Zo. Dat hebben we. En nu gaan we... Ik zoek mijn pincetje. Schermlaag is eraf. Dus nogmaals, het wordt geen hele moeilijke. Maar ik wil gewoon even laten zien hoe makkelijk en leuk dat deze nieuwe tool werkt. Oh, ik zal even gewoon weer. Deze plak ik in het midden erop. Zodat ik aan allemaal de kanten, alle 4 dus, evenveel ruimte eromheen heb. Ja Angela, je moet gewoon komen. Superleuk. En wel even bekendmaken, hè. Want oh, ik zie hier altijd jullie namen. Maar... ik weet nooit altijd precies de goede naam bij het gezicht. Ik herken gezichten wel als ik ze vaker heb gezien. Maar ik vind het altijd wel leuk om te horen wie bij wie hoort. Wie bij welke naam hoort, bedoel ik. Dus als je komt, lekker ook even bekendmaken wie je bent, hè.
Zo. Deze komt dan hierop. Oh nee, Karin. Wat balen. Beterschap hoor. Hopelijk ben je niet al te ziek. Maar wel fijn dat je dan even wat afleiding hebt. Wat ik ga doen. Dan ga ik even een beetje close-up in de camera doen. Ik heb hier namelijk drie hoekjes. Waarvan ik een stukje eruit wil knippen. Dan moet ik er even wel doen dat jullie het kunnen zien. Maar als ik door de camera of door het beeldscherm heen kijk, dan lukt het nooit zo goed. Ik ga namelijk naar die hoek toe knippen. Maar niet helemaal er tegenaan. Zien jullie dat? Dat je een stukje ervan af hebt. Anders kan je hem nooit mooi inpakken. Dat doe je bij alle drie die hoeken. Zo, even aanschuiven. Sorry voor de herrie. Ik probeer dat normaal altijd wat subtieler te doen. Zo. En dat doe je ook bij de andere kant. Dus gewoon even zo'n hoekje wat je eruit knipt. Maar dan niet helemaal tot aan mijn chipboard. Ik ben eigenlijk wel benieuwd. Zijn jullie allemaal van de boekjes? Of eigenlijk niet zo misschien. Dat kan ook. Wat we dan hier gaan doen. Hier ga ik ook een beetje schuin knippen naar die hoek. Maar ook niet helemaal tot aan. En dan pak ik hier. Probeer ik een beetje zo te denken. Ik hoop dat jullie dit snappen. Anders ga ik even een lijntje zetten. Dat zie je dadelijk toch niet meer. Ik probeer een beetje zo te denken. Dat die zo. Als dit mijn rechte lijn is. Dat dit gewoon. Rechte. Lijnen zo doorgaan. Ik ga het even laten zien. Zien jullie? En dan knip ik dit zo. Tot aan die hoek die ik net geknipt heb. Zo. En hier doe ik dat ook. Dus niet helemaal tot aan mijn chipboard. Dan krijg je een beetje dit. Anders kan je niet zo goed inpakken meer. Ik denk dat dat wel duidelijk is, hè? Ah, nou Beta, wel super leuk dat je het wel leuk vindt om te kijken. Oh jeetje, liggen jullie allemaal met corona op bed. Jeetje, beterschap hoor. Oh, leuk Patricia. Even kijken, hier ga ik dus hetzelfde doen. Ik was even jullie reacties en stiekem met meelezen hoor. Of ja, eigenlijk niet stiekem hè. Ik vind het altijd wel leuk om te zien wat jullie allemaal te vertellen hebben. Meestal probeer ik een beetje mee te lezen. Niet altijd lukt het. Ja, kant-en-klare boekjes kan ook prima. Ik vind het voordeel dus van zo'n zelf maken is dat je gewoon echt het formaatje zelf kan bepalen. Ja, dit is natuurlijk nu een hele kleine. Maar je kan hem natuurlijk ook groter maken. Hè? Kijk, nou doe ik even op die plakstroken. Die ga ik allemaal weer eventjes tape doen. Ik hou ook echt van boekjes. En je kunt er foto's in doen. Maar ook leuke plaatjes of mooie teksten. En zo leuk om cadeautjes te geven ook. Zo. Nou, we komen er wel. Het is een beetje geknip. Voor de kaft van ons boekje. Maar ik vind het wel leuk om dan ook echt iets te laten zien aan jullie. Je kunt natuurlijk ook gewoon... je hoeft niet per se een kaft van chipboard te maken. Hè? Je kan er ook gewoon voor kiezen om een effen papiertje. Of een design papiertje. Gewoon gaatjes in te doen en die als kaftje te gebruiken. Dus er hoeft niet per se chipboard in als je dat niet wil. Ja, sneeuwmeel is ook echt super leuk, José. En ik hoor jou YouTube zeggen. Eén deze dagen heb ik ook nog een leuk filmpje met deze disc punch.
op mijn YouTube kanaal. Dus daar zou je ook nog even lekker naar kunnen kijken als je wil. Dus hou dat ook in de gaten. En mijn YouTube kanaal is Daze Crea Place. Daar maak ik ook heel veel video's voor de winkel en voor Kraftlab. En die kun je daar ook allemaal met inspiratie terugvinden. Dus vooral ook even daar kijken. Dat is wel heel leuk. En dat boekje wat je daar binnenkort gaat zien, dat staat ook in de winkel. Hij is wel nog niet helemaal gevuld. Maar dat is ook echt een hele leuke omslag. Dus die kun je ook bij Nora en zo in de winkel gaan bekijken. Vandaag is er ook nog een leuke summer sale, hè? Kijk, nou ga ik dus die flapjes ga ik allemaal eromheen vouwen. Wat ik altijd eigenlijk doe, is eerst de twee tegenoverliggende. Vind ik net iets mooier uitzien bij de afwerking. Dus ik vouw hem een klein beetje omhoog. En dan met mijn vouwbeentje vouw ik hem er tegenaan. Die hoekjes, die vouw ik altijd een beetje naar binnen toe. En dan kun je de andere tegenoverliggende gaan doen. En nu heb ik hier een schuine kant aan. Dat heb ik dus niet altijd. Ja, Beta, jij kijkt ook altijd lekker, hè? Mijn YouTube-kanaal, superleuk. Dus ja, ook live video's, die gaan allemaal op het YouTube-kanaal van Noor en zo. Hè? Dus daar ook gewoon lekker kijken. En zo proberen we altijd superveel inspiratie aan te bieden. Deze video zal straks ook op het YouTube-kanaal van Noor en zo komen te staan. Kijk, zo heb je dus, zo wil ik hem, eigenlijk een vierkantje met een hoek eraf als ingepakt kaftje, zeg maar. En weet je, ik vind deze, ik heb nu de pastelkleurtjes, zeg maar, gepakt. Nee, dat is niet waar trouwens. Oh, nou weet ik het niet meer. Ik denk het wel. En dat vind ik gewoon super leuk, want het is wel gewoon ook lekker zomers. Oh, ik heb nu gewoon mijn pincetje gepakt, Angela. Maar je kunt daar gewoon ook je dubbel en pick tool voor gebruiken. Maar ik durf die niet meer te gebruiken, want ja. Je weet er allemaal wat daarmee gebeurd is, hè? Nee, grapje hoor. Zijn even die hoekjes naar binnen. Ja, dat is makkelijker vinden, beter, als ze daarna op YouTube gezet worden. Dat is helemaal waar, hoor. Dan hoef je niet de hele groepen door te scrollen. Kijk, dus ik zet het randje eerst omhoog. En dan duw ik hem daarna aan met mijn vouwbeentje. Dus, dan gaan we zo meteen. Jee, gaatjes maken. Ik ben alleen iets vergeten om mijn papier voor hier binnen op te leggen, klaar te leggen. Kijk, zo heb je dus. Superleuk, hè? Aan de binnenkant erop ga ik gewoon lekker uit hetzelfde blokkenpapiertje kiezen. Ik mag morgen naar de winkel, dus ik mag hem gewoon lekker opmaken zelfs. Oeh, daar heb ik nog wel wat te doen, hè? En ik dacht net, ik heb zo'n dotje te buitenkant. Dus ik vond het eigenlijk wel leuk als ik een ander soort designtje erop doe. En de binnenkant. Maar ik weet nog niet welke. Allemaal vind ik ze leuk. En dan is het zo moeilijk kiezen. Kennen jullie vast, hè? Misschien is geel ook wel heel leuk, namelijk. Zal ik een ruitje doen? Dat is eigenlijk wel mooi, hè? Ik ga voor die witte ruitje kijken. Of een witte ruitje, de gele ruitje. Lana komt ook even om de hoek. Ze was dat tool weer kwijt. Maar ik was het niet, hè? Echt niet. Ik zou niet meer durven. Jolanda, nog even. Ik durf niet meer live, hè? Dat is jouw schuld dan. Ah, dat is dan wel weer jammer. Ik heb hem twee keer nodig. Zie je wel dat ik... Zie je wel, ik moet morgen gewoon nieuwe blokken shoppen, want... Zo gaat het er wel hard doorheen natuurlijk. En ik wil nog meer van deze leuke designtjes in mijn boekje verwerken. Komt goed hoor.
Dus ik heb 2 keer 11 bij 11 nodig. Ja, zomaar een tassencontrole. Geloven jullie mij nog? Ik zet al extra mijn toolbakje niet meer in beeld. Hè? Want als jullie al mijn gepikte tools. Nee, grapje hoor. We lachen dan maar mee. Maar squats, hè? Zeg ik helemaal. Oké, hier ga ik het ook nog even aftekenen. Had ik eigenlijk wel voor afval kunnen doen, hè? Ja, ik weet het. Even kijken. 3,5 en 3,5. En dan zetten we daar een schuine lijn naartoe. Oh, echt, hè? Als het over die piktool gaat, dan worden jullie ineens allemaal wakker en gaan jullie keiveel reacties typen. Dus als ik jullie wakker wil hebben, dan weet ik nu hoe ik dat moet doen. Hopsa. Hier ook nog even een hoek ervan af. Ja, de blokken moeten groter. Oneindige blokken alsjeblieft, Jolanda. Speciaal voor ons. Hebben we nodig gewoon. Ik ben even aan het kijken of ik dit goed aan het doen ben. Ik hoop het. Zo niet dan toch, hè? Ja, iedereen is meteen bij het lesje dan. Ik zeg voor het zijn gewoon piktool en hop. Weet je hoe we iedereen wakker krijgen, hè? Dus. Ik ga deze gewoon even knippen nu. Eigenwijs doen. Kan natuurlijk ook, hè. Deze komt hier aan de binnenkant erop. En deze hier. Kan je natuurlijk met tape doen, maar kan je ook gewoon met lijm doen. Ja, precies, zei Esther. Die was er gewoon, die heet gewoon zo, dus dat mag dan. Ik heb helemaal niks fouts gedaan. Ja, Marion, ik durf niet meer te vertellen wat ik gedaan heb. Ik schaam me diep. Zo. Nou, mijn designpapiertjes erop, kletst er gewoon overheen, hè. Zo doen we dat. De moes van Jolanda moest ik daar leren. Als ik bloepers maak, ook gewoon eroverheen kletsen en doorgaan, zei ze. Dus dat doen we nu ook gewoon. Kijk nou, super mooi ingepakt toch, mijn chipboard. Leuk, hè? Ga er dadelijk lekker gaatjes in maken met die nieuwe disc punch. En dan heb ik een super leuke kaft voor een zomers boekje. Oh, en jullie raden het natuurlijk al, hè? Straks buiten de live. Want, hé, ik wil natuurlijk wel dat jullie morgen nog lekker komen kijken in de winkel. Dus buiten de live ga ik hem lekker oppimpen. Ja, Jolan, ik leer het. Dus buiten de live ga ik hem lekker oppimpen. Oh, en jullie raden het natuurlijk al aan mee, hè? Het hoort een vakantieboekje. En ik ga een demo geven met Sweet Stories. Dus Rara, wat komt er op mijn boekje? Ja, ik mag nog wel, maar ik weet niet tot wanneer, Angela. Kijk, dus dit is mijn omslag. Nou, wat we gaan doen. Ik had al in het begin uitgelegd hoe je dus gaatjes kunt maken. Een gnoom. Angelique, wat doe je me aan? Die mermaid gnoom, die zeemeergnoom, die mag er wel op, maar anders niet hoor. ik had al uitgelegd hoe dat je gewoon standaard erin maakt. Maar je kunt natuurlijk ook met afgetekende gaatjes doen. Dat doen we door. Ik doe het gewoon even aan de binnenkant. Ik leg hem op 1,5 afstand. Dus 1,5 centimeter hier van deze rand af. Dan kan ik het gaatje of de puntje nog net zien. En dit is 5 centimeter, mijn schuine hoek zeg maar. En dan ga ik op 1 en op 4 centimeter zet ik een puntje. Ik weet niet of jullie er kunnen zien hoor.
Anders moeten jullie me gewoon geloven. Dus dit is 5 centimeter, dan 1,5 centimeter van de rand op 1 en op 4. Oh ja, dat zwembadje met vlekjes is ook leuk, hè? Daar zitten ook allemaal leuke haaitjes bij. En snorkels en flippers. En flippers heet die, toch? Hier doe ik op precies dezelfde plekken. Teken ik het af. Dus op 1 en op 4. En dan 1,5 centimeter van de rand af. Dan ga ik met die pons. Dit lijkt een beetje op de krokodil, hè? Dus dit kan ook gewoon echt... Oh. Ik heb een lange jurk aan. Ik zit onder mijn wieltjes vast. Dus, ben ik nog niet zo aan gewend. Zo'n lekker zomerse lange jurk heb ik. Superleuk. Maar die gaat dus onder je wieltjes zitten van je bureaustoel. Kijk, ik weet niet of jullie dit kunnen zien. Nee dus. Hier zit dus dat puntje. En die doe ik dan op... Hier zit zo'n streepje in het midden. En die, dat streepje, dat is het midden, dus wat aangeeft dat je, als je, ja, zo kun je het zien. Als je hem dus bij dat puntje houdt, dan zit hij precies op de goede plek. Nee, flipflops bedoel ik niet hoor. Ik bedoel echt flippers voor in het water, voorbij een snorkel. Dat heet toch flippers? Soms weet ik het zelf niet meer. Heb ik weer misschien zelf een woordje bedacht. Kijk. Super nice, hè? Komen die dus in die schuine hoek, komen die gaatjes. Doe ik ook even bij mijn achterkantje. Zo. Ik moet eigenlijk wel ook die zonnebril nog hebben en die strandtas, Jolanda. Die moet ik morgen eigenlijk even meenemen. Die zonnebril en die strandtas. En zitten daar niet ook flipflops bij? Dat past eigenlijk wel echt helemaal bij mijn boekje. Dan moet ik hem hebben hoor. Oh, wat ik nog even wil laten zien. Hier aan de onderkant zit ook nog een klepje. Daar staat op open. Als je die open doet, komt er allemaal rommel uit. Daar blijven dus die stukjes die eruit ponst. Ja, die passen helemaal bij mijn themaboekje, Jolanda. Dus zo kun je ze leegmaken en weggooien. Nou, dat was eigenlijk gewoon lekker wat ik over die pons te vertellen had. Hier ga ik deze mooie disc inzetten. Mooie roze, die passen wel bij mijn kaft. En dit gaat even iets stroever, omdat ik nu chipboard heb gebruikt. Even kijken, de andere ook. Ja, precies hè, flippers heten ze. Yes, ik had gelijk. Woehoe! En ik had me toch een partijtje veel gekleurd. Ik ga het dadelijk wel even laten zien aan jullie hoor. Want ik ben heel trots. Ik ben dus nog niet zo heel lang aan het kleuren. En ik vind het zo leuk, die kleine stempeltjes. Dus ik ga het dadelijk gewoon even aan jullie laten zien. Alvast de sneak. Zo. Kijk. Jee. Kijk nou hoe leuk. Heb je dus die ringen aan je boekje. Dus op de schuine kant. En dan kan je hem dus zo gewoon lekker openbladeren. Hoe leuk is dat, toch? Ik vind het tof. Oké, nou heb ik eigenlijk iets niet zo slims gedaan, maar nou, komt eigenlijk wel weer goed. Kijk, en dan kun je daar dus pagina's voor erin maken en dan gewoon op dezelfde formaatjes. Maar wat ik... Oh, ik ga weer gooien. Dat doe ik ook maar één keer. Maar niet heus. En dat is wel mijn mooie papier, dus die moet ik even oprapen. Ja, nu weet je het weer beter. En hij is zo leuk, hè? Zo'n leuke doel. Ja, zwemvliezen. Ja, kan ook. Flippers noemden wij ze vroeger, volgens mij dus. Oké, hier gaan we nog pagina's inmaken. Maar ik wilde nog iets heel leuks laten zien. Dat had ik beloofd aan jullie. Maar ik heb het nog niet verteld. Dus let op, hè? Kijk dan. Oh, hier laat ik het al stiekem zien. Wacht. Oeh, spannend. Dit is echt zo leuk. Nou, ik laat het nog niet zien hoor. Kijk, dit is een pakje met heat resist mica. Dit is in A5 formaat. En dat betekent dat het wat tegen de hitte kan. Nou, natuurlijk niet als je volle poelie die heat tool erop laat staan. Maar als je die heel voorzichtig gewoon verwarmt. Dan kan deze dus wat tegen de hitte. Echt heel gaaf. En wat ik nou bedacht had.
Ik heb hier ook een stukje van 11 bij 11 gesneden. En die komt dus als kafje dadelijk hier dus nog erbij. Aan de voorkant. En, oh, dit moeten jullie zien gewoon. Waar heb je nou die andere? Hier. Deze zijn nieuw in de winkel. Deze tape runners. En hier zie je er al eentje. Er zitten hartjes op. En eentje met sterretjes. Dus in plaats van dat er zo'n tape aan één stuk zit, zitten deze leuke figuurtjes erop. Ik ga even kijken of ik het jullie kan laten zien. Kijk. Hier zitten dus hartjes. Leuk hè? Dus die kun je gewoon in één keer zo strip doen. Of je kunt ze gewoon ook los per dingetje doen. En die zijn dus dubbelzijdig gekleefd. En hier staan dus sterretjes op. Even kijken, zo. Kijk hoe leuk. De hartjes had ik al gebruikt. Maar, die ga ik even laten zien. Kijk hoe leuk. Met embossingpoeder op Heat Resist Mica. En dan kun je dat dus super leuk gebruiken. Hij stelt niet scherp. Ja, voor je kaft. Leuk hè? Dus die vind je ook nu in de link bij mijn, boven mijn video. En dan ga ik hierop ga ik even leuke sterretjes doen. En ik dacht, zullen we eens even lekker gek doen? Ik wist niet zo goed welke kleur ik zou kiezen. Eigenlijk wilde ik fel roze, maar die moet ik nog even scoren. Morgen ben ik in de winkel. En nu kies ik voor turquoise. Ik denk, dat is ook wel lekker zomers en dat past wel goed bij roze. Dus ik ga dit doen nu. Esther, ik weet niet of ik dat mag laten zien. Want ik kleur niet volgens de, hoe je moet kleuren met mijn Copics. Dus ik vind het super leuk om te doen, maar ik doe het lekker op mijn eigen manier. En ik weet niet of dat de bedoeling is dat ik het jullie op die manier aan ga leren. Dus... Anders moet ik netjes volgens het boekje doen, denk ik. En ik weet niet of ik dat dan nog kan. Klinkt lekker ingewikkeld, hè? Nee, grapje hoor. Ik zit maar te kletsen. Maar ik ga eerst even dit doen. En dan ga ik dadelijk zo meteen nog aan jullie die plaatjes laten zien die ik gekleurd heb. Ik ga nu dus de sterretjes gebruiken. Maar je hebt hem dus in hartjes en sterretjes. En je kunt ze zelfs... hoe heet het? Je kunt ze zelfs hervullen. Dus dit kan ook open. En dan kun je weer opnieuw een rolletje instoppen. Superleuk. Dus deze staan nu ook erbij in de webshop. Jo, duurde even. Ik ga hier gewoon zo'n sterretjes streep doen aan de onderkant. Vond ik wel leuk. En dan moet ik even goed kijken. Want ik wil natuurlijk dat dat een mooie afstand allemaal heeft. Even kijken hoor. Dat een beetje, ik leg mijn lineaal er even op die... Maar het is moeilijk te zien altijd bij Mika. Ga ik hier gewoon vooraan beginnen. En dan ga ik even langs mijn lineaal op. Oh, nou heb ik hem al bewogen geloof ik. Zo. Zodat ik de sterretjes een beetje in een streep krijg. En je ziet het ook hoe makkelijk ze gaan hè. Superleuk. Ik hou je van. Ze gaan heel makkelijk. Vanaf. Ja, ik kleur achterste voren, Angela. Dat wou ik niet vertellen, maar nou heb je het geklapt. Ja, nee, maar dat was een grapje net hoor. Ik ga daar eens even met Jolanda overleggen, want Jolanda heeft het al vaker gezegd. Maar ik ben gewoon een hele langzame kleurder, dus ik probeer me er gewoon onderuit te kletsen om de live te doen. Dus, weten jullie dat ook weer? Oh, ik ben echt iets heel doms vergeten. Nou ja, ik ga het nu maar gewoon zo proberen. Maar ik had het natuurlijk eventjes met mijn anti-static doekje moeten doen. Blooper. Ja, dat moet ik wel vertellen. Zie je wel, zo gebeurt dat. Lotte, dat durf ik niet te zeggen of dat gaat hoor. Dat weet ik niet, want hier staat wel echt op die roller ook de hartjes en de sterretjes. Dus ik weet niet of dat kan eigenlijk. Durf ik niet te zeggen. Misschien kan ik nog wel een beetje anti-static toevoegen, dat het niet overal zit. Kijk, ik heb zo'n kussentje daarvoor. Dat doe ik even zo. En dan moet je niet wrijven, maar dan moet je deppen, zeg maar. Zodat er echt poeder, zeg maar, zo'n beetje eigenlijk een soort stofwolk uitkomt. En het ziet er echt vies uit, maar
Het is natuurlijk niet de bedoeling dat mijn embossingpoeder overal aan mijn mica blijft plakken. Maar alleen aan die sterretjes. Dus overal waar die poeder zit, daar kleeft mijn, of waar die anti-static poeder zit, daar kleeft mijn embossingpoeder niet. Dus dat werkt wel echt heel goed. En dat, kijk, want nu ziet het er dus echt zo vies uit. Maar dan kun je daarna gewoon weer lekker wegpoetsen. Dus ik gebruik hem normaal wel altijd. Maar ja, nou ben ik weer zo enthousiast aan het kletsen dat ik het vergeet. Zo. Dus ik doe het gewoon even hier in het midden. Zal die nog wel een beetje blijven plakken. Maar dan verzin ik eigenlijk wel weer iets op. Dan doe ik dus die turquoise embossingpoeder erop strooien. En ik heb die embossingpoeder dus van iZinc. Yes. Oh, ik heb geluk. Doordat ik dat nog even heb gedaan, plakt hij eigenlijk bijna nergens. Even mijn poedertje terugstoppen. Ik ben zo blij van worden, hè, als het dan toch lukt. Regina, ik durf het eigenlijk niet te zeggen. Het staat allemaal netjes in de link bij de video. Dus daar kun je ook alles terugvinden. Maar ik ben echt slecht in al die prijzen. En ik moet ook zeggen, ik ga zo vaak live. Als ik dan al die prijzen nog uit mijn hoofd moet leren, dan is dat eigenlijk niet echt te doen voor mij. Dus ik ben heel blij dat die handige lijstjes zo lekker erbij staan. En dan kun je alles gewoon makkelijk terugvinden. Zo. Oké. Die ga ik natuurlijk weer verhitten. Ja, dit is echt tof, hè? Oh, ik zit hier alles mee te... Oeh, als jullie dadelijk van allerlei gerinkel horen, dan vallen mijn discs op de grond. Ik hou dit even in de hand. Het wordt wel wat warmer, dus pas op voor je vingers. Maar als dit op een hete plaat ligt, gaat hij sneller bobbelen. Dus ik hou het in mijn hand. En dan ga ik dus niet in één keer volle poelie op één sterretje, maar ik beweeg hem gewoon heen en weer voorzichtig. Zodat de hitte zich een beetje verspreidt. En je moet ze ook niet te lang ophouden, want dan gaan die... Die stickertjes vinden dat niet zo leuk. Die gaan dan een beetje krom staan. Dus niet te lang. Voor zowel je mica als voor de sterretjes. Sorry, mijn vingers worden heet. Maar zien jullie het? Het begint al een beetje te smelten. Ja, je kan ook met de stempels op Heat Resist mica hoor. Kun je gewoon met VSA-markt doen. Dus dat kun je ook heel leuk op die manier gebruiken. Nou, het ziet er een beetje wild uit over de camera. En het echt valt wel mee. Kijk maar hoe tof. Is het al goed gesmolten? En mijn mica is nog super mooi recht. Kijk, als je dus op je plaat laat liggen, dan wordt dat ook nog warm. Dus dan wordt dat wat lastiger. Angelique, zit je me weer te pesten? Had jij verwacht dat ik al die prijsjes uit mijn hoofd zou weten? Nee. Ik moet jullie teleurstellen, sorry. Ik denk altijd, als ik maar weet wat ik voor leuks wil maken, dat is het belangrijkste, toch? Oh, er zit toch nog wat embossingpoeder op, maar hey, dan mag je pret niet drukken. Moet ik dat maar even van tevoren doen. Kijk, en dan ga ik dit. Dit komt dan hier zo lekker erop. Kijk nou hoe leuk. Het is toch echt een leuk vakantieboekje. Dat beschermt meteen een beetje zo aan de voorkant met het plasticje. Dus hier ga ik nog die hoek afhalen. En aan de binnenkant ga ik ook nog lekker allemaal die pagina's maken. Dus ik ga deze ga ik even gewoon tegelijk met een designpapiertje doen. Hebben we dan meteen opgelost. En dus het toffe is, je moet even iets met geel zoeken, hè, want dat past mooi bij mijn ruitje, denk ik. Zeg ik. Dan doe ik deze. En dan doe ik dat effe kantje even. Dan zie je aan de andere kant dat mooie streepje. Regina, we zitten nu niet in een Tiki Live. Ik weet niet of dat Joyce hier meekijkt. Dus het beste, als je het in je mandje wil, kun je even bellen naar de winkel. Dan kunnen ze het er nog bij doen voor je. Even kijken, deze dus weer 11 keer 11.
blijf gewoon lekker bij dezelfde maat. En dan ga ik die hoek weer even eraf tekenen. Oké. Helemaal goed. Jolanda kijkt mee. Je hoeft niet te bellen, hoor ik. Ik hoor dat ze lekker meekijken. Dus ze gaan het in je mandje doen, Regina. Komt helemaal goed. Top. Ik had het even niet in de gaten. Sorry. Gelukkig letten jullie wel goed op. Dus die disc punch, die is nu dus ook lekker afgeprijsd. Van €39,99 voor €34,99. En dan kun je dus echt onwijs toffe boekjes mee maken, zoals je hier ziet. Super, ik had het niet in de gaten, maar ik zie dat het allemaal gewoon goed komt. Super. Kijk, hier ga ik die hoek er even vanaf snijden. Ik weet echt niet wat de prijs is van die rol. Slecht, hè? Oh, kijk. Joyce kijkt ook mee. Jolan kijkt mee. Nou, superleuk. Kijk, hier ga ik die hoek, want dan hoef ik niet op dat Mika te tekenen. Die ga ik even hier netjes opleggen. En dan knip ik hier gewoon zo langs af. Mika tekenen is soms best wel lastig. En zo kun je dat hoekje gewoon, hopsa, afknippen. En dan ga ik hier zometeen ook even tegelijk de gaatjes in maken. Dan kan die gewoon hier ervoor op, maar dat is toch dezelfde afstand. Dus dan werkt dat helemaal perfect. €5,99 zijn de rollers, zie ik, zegt Joyce. Dus die tape rollers met zowel die hartjes als die sterretjes zijn €5,99 per stuk. Ik doe hem hier weer op 1 en op 4. En dan doe ik die Mika dus ook erbij. Dan hoef ik daar niet op te tekenen. Dan gaat het in één keer zo door. Dan ga ik hier weer die gaatjes in maken. Zo, even kijken dat ik op de goede plek zit. Hopsa. En die andere ook. En dan kunnen die erbij op mijn boekje. En dan ga ik jullie even mijn gekleurde plaatjes ook laten zien. En nog één dingetje. En nog één dingetje. Blijf maar doorgaan. Kijk, die kun je gewoon hier zo eraan klikken. Dat plasticje. Zie je hoe leuk. Aan de achterkant ziet het dan gewoon wit. Dus dat is ook niet storend of zo. En dan kun je deze bladeren. En dan kun je hier dus je papiertjes gewoon lekker tussen doen. Van je boekje. Kijk nou, hoe leuk wordt dit. En dan kun je gewoon lekker pimpen. Kijk, en ik wilde dus aan de binnenkant deze toffe Polaroid gebruiken van Kraftlab. Want die zijn natuurlijk super leuk in een mini-albumpje. Daar kun je dus echt leuke kleine fotootjes achter doen. Kijk, ze passen gewoon leuk in mijn boekje. En dan kan ik hier nog iets naast maken. En ik had hier dus echt al super veel leuke dingetjes gekleurd. Daar ga ik vandaag nog even lekker hard mee aan de slag. Om mooie voorbeeldjes nog te maken voor morgen. Kijk nou hoe leuk. Ja, hier moet je niet op letten. Dit is mijn krasstukje. Soms als ik even mijn energie kwijt moet. Nee, grapje. Kijk nou. Ze zijn toch kei leuk. Dit komt dus uit de Sweet Stories. Ik zal die setjes zo even laten zien. Dan zouden jullie die wellicht ook nog kunnen bestellen hier. En hier heb ik ook nog zeesterren en emmertjes, schepjes. En we gaan met mijn zus en haar vriend en de kinderen. Dus ik vond dit wel echt helemaal tof. Kijk, dit is die de set met de haaitjes en de hippo's. En ik weet eigenlijk niet wat dit is. Ook een walvis of iets achtigs. Leuke zwemband. Die flippers. Zwembandje voor om de hippo's. En een snorkel, trapje, strandbal, je leuke spetters en bubbeltjes. Een cocktailtje. En er zijn dus stempels en stansen bij elkaar. En dit is dus de set met de hippo's. De stempels en stanset met de hippo's. Oh, een orka, dat kan ook nog. Ik geloof jullie gewoon, ik vind hem leuk.
En die andere plaatjes die jullie daar nog zien, die ik gekleurd had, zijn van deze set met de aapjes en de tijgers. Dus, oh, daar heb je nog niet zoveel van gezien, denk ik. Ja, de aapje. Er zit ook een banaantje en een zandkasteel, cocktail, zeesterren, plasje, wegwijzer. Oh ja, de schepje en die emmer, krapje. En er zitten dus ook weer stansen en bijpassende stempels. Tof, hè? Dus daar gaan we nog lekker mee aan de slag. Dus ik ga bij die polaroidjes ga ik dus lekker zo'n dingetjes allemaal verwerken. En dan kunnen we daar leuke foto's in plakken van de vakantie. Dat vond ik wel een tof idee. Dus zo ga ik mijn mini-albumpje lekker nog oppimpen. En die zal ik ook morgen meenemen naar de demo in de winkel. Dus vooral lekker komen kijken. En dan was dit eigenlijk wat ik jullie wilde laten zien in deze live. Ik hoop dat jullie het weer leuk vonden. Dat je lekker geïnspireerd bent geraakt. En lekker enthousiast. Want ja, die discs, dat is echt wel echt helemaal geweldig. Waar heb ik nou die boekjes gelaten? Dat ik het niet meer weet. Oh, hier. Kijk, ik laat ze nog even in beeld zien. En eentje ligt er dus ook in de winkel al. En dit wordt een workshop. Nou, helemaal tof, toch? Je kunt er zoveel leuke dingen mee doen. Dus, ja, Annemiek, die stempeltjes had ik van de week ook gebruikt. En daar ga ik morgen dus een demo mee geven in de winkel. Dus, ja, ik zeg gewoon geniet van het zonnetje vandaag en van de warmte. En ik hoop tot morgen in de winkel. En tot de volgende video anders. Doei doei!